De lang verwachte 800 meter koloniale archieven worden getransporteerd naar Suriname. Dit heeft de leiding van het Nationaal Archief Suriname, NAS, vanmorgen op een persconferentie bekendgemaakt. Het transport van deze archieven vindt plaats in het kader van het samenwerkingsproject tussen de Anthon de Kom Universiteit en de Rabobank Universiteit Nijmegen om de slavenregisters van Suriname te digitaliseren. Terug naar Suriname. Dit is volgens Rita Chingfu, nationale archivaris en directeur van het Nationaal Archief Suriname, een historisch moment. Deze overeenkomst voor het overbrengen van de in totaal 40 archieven van circa 800 meter naar Suriname is in 2009 ondertekend. Het gaat om materiaal dat vanaf het begin van de 20e eeuw aan de zorg van het Algemeen Rijksarchief in Den Haag is toevertrouwd. Chingfu vertelt wat het Nationaal Archief gaat doen met de verwachte informatie. Natuurlijk zijn er wel zijn de registers niet compleet. Er zijn hier hiaten in de loop der tijden. Zijn er ook wel registers in slechte staat komen te verkeren en vele zijn niet meer bruikbaar of zijn door diverse branden en noem maar op ook kwijtgeraakt. Maar wat we nu hebben, dat zijn 23 banden aan slavenregisters van 1830 tot 1852. En die worden allemaal gedigitaliseerd. Natuurlijk zijn er wel wat hiaten, maar dat proberen we dan met andere bronnen dan toch wel zoveel mogelijk die hiaten op te vangen. Want er zijn ook emancipatieregisters. Een overzicht van de gemanipuleerden. Die databases zijn ook al op de website. Dus met die van de slavenregisters wordt het tot één geheel gemaakt. Dus dit is slechts het begin en dan zullen andere bronnen dan ook wel gebruikt worden. De gescande versies van de archieven zullen op de website van het Nationaal Archief van Suriname en van Nederland komen te staan. Het Nationaal Archief is al geruime tijd bezig met het digitaliseren van haar archief, zegt Chingfu. Volgens haar zal het niet daarbij blijven, want het gaat niet alleen om de slavenregisters, maar ook om andere informatie die aan het archief is toevertrouwd. Nou, je kan alvast de website proberen en als u daar niet uitkomt, dan kan altijd het Nationaal Archief, tenminste de studiezaal van het Nationaal Archief, dan ook geraadpleegd worden. Want we hebben niet alleen de slavenregisters, we hebben ook nog wel andere archiefbronnen. De immigratieregisters, de volkstelling van 1921 en nog veel meer, de burgerlijke standsregisters. De burgerlijke standsregisters zijn niet op de website. Tenminste, dat deel wat openbaar is, dat is dus hier te vinden. Dus dat kan. Rita Chingfu, nationale archivaris en directeur van het NAS. Ze zegt dat de digitalisering iets meer dan 3 maanden zal duren. Aan het eind van de maand mei zullen de archieven op de website staan.